Amsterdam, gezien van de Westertoren af, heeft alle trekken van een toeristisch paradijs. Maar voor degenen die in de nauwe straten wonen, en in het bijzonder voor de kinderen, is dat paradijselijke hier en daar maar zeer matig. De vrijheid van de straat is nog maar heel klein tegenwoordig. En daarom is het kindercircus Elleboog in de Eglantierstraat voor talloze kinderen in de buurt nog steeds een uitkomst. En dat geldt niet alleen voor de vertoningen. Juist de voorbereidingen daarvan, het maken van de attributen en decors en de plannen voor nieuwe circusnummers zijn van zoveel betekenis. Want als alles bedacht is, moet het ook worden uitgevoerd. En dat gebeurt helemaal door de kinderen zelf. Ook de ontworpen kostuums worden in eigen ateliers genaaid en als dat gebeurd is, gepast op de gestaltetjes van de jeugdige artiesten. En dan kan de vertoning beginnen. En waar wordt in een circus meer naar uitgekeken dan naar de clowns, die laten zien hoe dwaas de mensen eigenlijk wel zijn. De volwassenen dan. Sommige kunststukken zijn werkelijk een beetje al te eng. Hoeveel traditie van de echte clown ook in dit circus door en voor kinderen binnensluit. Ook al traditie is het paardennummer. En is er iets edelers denkbaar dan deze eeuwenoude dressuur? Het moet heerlijk zijn om de vurige dieren zo in de hand te hebben. Schijnbaar moeiteloos dravend voor het verwende publiek. De paarden danken beleefd voor de hulde. En op hun beurt worden zij bedankt. Ook alweer geheel volgens de traditie. Dan presenteren exotische artiesten uitheemse dieren, vers geïmporteerd uit de oerwouden van de Jordaan. De logge olifanten kunnen heel grillig zijn en het publiek beseft dat. Maar de goede lobbes regelt alles zo goed mogelijk voor de artiesten en de toeschouwers, al deelt hij niet in de hulde als het straks zover is. Die hulde verdienen de organisatoren van Circus Elleboog in ruime mate. Zij doen wonderen voor de jeugd.